Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door LightArts. Nee, hij zei nog, ja, dan moet je wel doorgaan, zei hij. Ja. Dus ik denk, nou, dan zet ik hem voor het blok. Dan gaan we gewoon samen zingen. Ja, gewoon. Ja. En mijn interviews met Lange Frans, Roel van Vels heb ik laten vegen op het plein zondagavond nog. Gezien, ja. Dus ja. Ik heb nog best wel wat kilometers in de voeten hier. Al, ja. Ja, want wij krijgen allemaal appjes op die telefoons binnen. Waar ben je, waar is Wolter, waar dit. We horen zoveel berichten. Dit en nog veel meer hoor je deze aflevering in de Meerlife podcast op het plein. Het is vandaag 27 september. We staan hier op het Meerlife terrein. Althans, het festivalterrein, wat inmiddels weer is omgetoverd tot parkeerterrein. In deze allerlaatste aflevering spreken we met artiesten hoe zij Meerlife beleven. Gekke verhalen die zij hebben meegemaakt. We spreken onder andere met Xander Bisonnier, Ramon Sandbergen, Wolter Kroes en nog veel meer. Mijn naam is Sven Sjeftsov en dit is voor de allerlaatste aflevering de Meerlife podcast op het plein. Ja goed, vandaag dus geen tafel, geen gast om te introduceren, maar wel spreken met heel veel enthousiaste mensen die ook Meerlife een warm hart toedragen. De allereerste van vanavond heeft al twee keer eerder op Meerlife gestaan. Hij is niemand minder dan alleskunde Xander de Bisonnier. Zo Xander, we staan hier op Meerlife. Op de achtergrond horen we Popgun losgaan met hun laatste optreden. Hoe ging je optreden? Ik vond het heel leuk. Ik moest even met piepende banden vanuit Utrecht komen. Want daar had ik een hele lange show met band. Waarbij we ook nog Samantha Steenwijk en Frans Duits en nog wat andere mensen begeleiden. Maar ik had er wel even zin in. Want ja, jouw vader ken ik natuurlijk. Ja. En ik wist dat hij hier met een koud biertje om aan het wachten was. Ja, dus dan ga je er wel snel naartoe natuurlijk. Ik peest even hierheen. Nou ja, ik rijd niet zelf. Dat doet Shield die daar aan de hoek zit. Maar anders kan ik natuurlijk niet naar Utrecht denken. En wat is er nou leuker dan? Hier optreden met allemaal leuke mensen of daar in Utrecht? Ah, het is zo anders. Kijk, met de band is ook heel leuk om te spelen. Maar dit was wat groter. Hè? Dus het is, ik vind al die verschillende optredens wel leuk. Soms speel je op privéfeestjes en dan is het. Ik speel wel eens voor 100 man. Ja. Hè? En dan zijn de mensen ook dichtbij. Daarom ging ik ook even het publiek in. Want ik vind het altijd niet fijn voelen als er een afstand is tussen het publiek en de artiest. Ja, en ik vind precies. Het ook wel leuk dat een beetje één is. En je wist ook niet van ophouden aan het einde. Nee, die kerel die je presenteerde... Ed Quint, die wilde je eigenlijk weg hebben, maar... Nee, hij zei nog, ja, dan moet je wel doorgaan, zei hij. Ja. Dus ik denk, nou, dan zet ik hem voor het blok. Dan gaan we gewoon samen zingen. Ja, ja. Nou, ik zal eens vragen zo aan hem of hij het leuk vindt. Ik heb hem ook met Jawel, hem gesproken. Jawel, hij zat te lachen. Je hebt hier nu een aantal keer mogen optreden. En wat maakt Meerlife nou zo mooi voor jou? Nou, ik vind het sowieso fantastisch. En dat heb je natuurlijk tijdens de coronatijd... heb ik me dat heel erg beseft... Dat er mensen zijn die heel erg een nek uitsteken om er gewoon een evenement neer te zetten. En die dat dan al jaren met bloed, zweet en tranen doen. Waar ook heel veel vrijwilligers meewerken. Ja, Meerlife is er eentje van. En ik draag dat soort festivals, dat soort evenementen draag ik een heel warm hart toe. En ik heb hier al eerder gestaan en ik hoop niet dat dit de laatste keer is. Maar als je ook ziet hoe ik hier ontvangen word, hoe vrolijk de mensen zijn. Ze zijn allemaal blij. Om je te zien, daar word ik ook blij van. En als ik blij ben, dan ga ik nog blijer het podium op. En dan kan ik dat ook aan de mensen geven. Dus dat helpt wel mee. Heb je nou al eens iets geks meegemaakt op een optreden op Meerlife? Of iemand dat je het publiek inloopt en dat iemand heel gek op je afkomt? Of, Nou, ik moest net wel lachen. Want als je het publiek ingaat, en dat doe ik altijd bij afscheid. Hè, want ik zit al best wel veel achter de piano. Ja, en als ja. ik die dan ook achter de piano ga spelen, ik vind het ook leuk om een beetje wat met de mensen te doen. Een beetje connectie. Dus ik liep het publiek in en er stond echt een vrouw. Helemaal te gek, maar een hele grote bos grijze krullen. Die stond me gewoon op te wachten met de armen wijd. Dus ik liep gewoon in die fuik. Ja, ik kon er niet meer omheen. Ja, maar dat wilde ik ook. Het was zo leuk. Ze was een enorme lach had ze op haar gezicht. En, ik dacht, nou, dat werd ik dus ook weer vrolijk van. Ja, precies. Dus dat vond ik wel mooi om mee te maken. En hoe is dan die sfeer hier, backstage en ook bij de VIP met alle mensen? Is dat anders dan op andere evenementen voor jou? Nou, ik vind hem hier best wel uitgebreid. Hè? Ik bedoel, heel vaak dan zit je ook in de kleedkamer pal achter het podium. Hè? En nu kunnen we elkaar nog wel horen, natuurlijk de muziek nog wel, maar nu kunnen we elkaar nog wel verstaan. Dus het is groot, het is groots opgezet. Ja.
En we liepen net ook helemaal door die VIP heen en achter het podium langs, hierheen. En Quincy stond toen op het podium. Ja, en dan de VIP-gasten krijgen ook een beetje de experience van hoe backstage is. Dat is altijd wel leuk natuurlijk. Ja. Kijk, ik voel me echt niet heel belangrijk. Maar ja, ik ben toevallig dan een artiest vanavond. Ja. En ja, als mensen dat leuk vinden en mensen willen je dan misschien even zien, ja, waarom zou ik dat dan niet doen? Dus ja. Ik vind het wel lachen dat de artiesten gewoon hier doorheen moeten lopen. En sommigen vinden dat misschien minder leuk, maar ik vind het fantastisch. En heb je dan nu ook al, nu een aantal keer hebt opgetreden, dat je mensen op de voorste rij herkent die er elke keer staan? Nou, ik zag net wel mensen die ik herkende, maar dan weet ik dan niet meer of dat van hier is of van een ander optreden. Maar ik kende wel een paar mensen hier achter de schermen. Ja. Ik ben heel slecht in namen. Namen weet ik nooit, maar gezichten onthoud ik wel goed. Hoe heet je ook alweer? Sven heet ik. Nee, geintje. Hey, Xander, bedankt. Hey, heel graag gedaan, man. Helemaal goed. Hey, en ik vind dat je top doet, man. Ga door met die podcast, hè? Nou, dat gaan we zeker doen. Dus er komen nog meer afleveringen aan met nog meer artiesten. Dus heel veel leuks om nog naar te luisteren. Volg deze topper. Ik sta hier bij de ingang van Meerlife. Waar nu allemaal auto's naar binnen en naar buiten rijden, lopen hier tijdens Meerlife de mensen naar binnen. En wie hier ook naar binnen liep in 2016 was Mike Vlog. En toen was dat niet om te zingen. Ik sta hier met Mike Vlog. Mike, dit is niet je eerste keer dat je op Meerlife bent, hè? Nee, tuurlijk niet. Ik loop hier al een jaartje rond. We beginnen als vlogger natuurlijk. En nu als artiest dan. En hoe, want wat deed je in 2016? 2016 was ik hier vlogger, geloof ik. Vlogger? En wat heb je dan de hele week rondgelopen hier? Ja, ik heb de hele week rondgelopen vanaf de opbouw tot de afbouw. Alle artiesten staan nog op YouTube trouwens ook nog. Die kunnen we nog terugvinden. Ja, ik kan we terugvinden, zeker. Interviews met Lange Frans, Roel van Vels heb ik laten vegen op het plein zondagavond nog. Dat heb ik gezien, ja. Dus ik heb nog best wel wat kilometers in de voeten hier. En had je toen al de droom om te zingen? Ja, kijk, vloggen is voor mij altijd een manier geweest om toch met artiesten en muziek verbonden te blijven. Omdat ik zelf nog niet zo heel goed wist welke kant ik op wou in de muziek. Dus ergens in mijn hoofd zat die wens om een keer dat podium op te mogen. Hoe ging je optreden, Mike? Ja, goed. Volgens mij goed. Volgens mij gewoon, als ik het publiek mag geloven, goed. Iedereen ging mee. Het was gewoon een lekker feestje. Ja, het was gewoon feest. Gewoon Amsterdams feestje. En wat maakt Meerlife voor jou nou zo mooi? Nou ja, kijk, ik denk vooral dat Meerlife begint voor mij dat het in mijn eigen dorp is. Ik ben natuurlijk hoofddorper, geboren en getogen. En ik denk dat Hoofddorp is nu zo groot geworden. Je kan het eigenlijk geen dorp meer noemen, maar nee, precies. Ja, als je hier op plein loopt en je loopt op de VIP of waar dan ook, het is gewoon een dorpsfeest. Iedereen kent elkaar en dat vind ik echt Meerlife. En hoe is hier de sfeer backstage voor jou als je hier binnenkomt? Als, Ja, de sfeer backstage, maar dat is natuurlijk omdat ik hier al zo lang ben, is voor mij backstage voelt als thuiskomen. Weet je, die organisatie. Ja, dat zijn allemaal mensen die ik al heel lang ken en dat is voor mij echt thuiskomen. Het was een warm onthaal toen je hier binnenkwam. Het was zeker een warm onthaal, ja. En ga je dan nu van zingen je carrière maken? Ik weet het niet. Ik heb altijd gezegd, ik wil niet afhankelijk worden van de muziek. Maar als de kans daar is, ja, dat is je grootste droom natuurlijk. Hè. Waarom zou je het niet waarom doen? Waarom zou je het dan niet doen? En wat doe je dan nu wel? Voor ik zit in de zonnepanelen. Ik sponsor ook Meerlife trouwens als bedrijf. Oh echt? Dus ja, ik heb je eigen optreden betaald? Zo wil ik het niet noemen. Maar zie ik los van elkaar. Maar ik sponsor ook omdat ik het gewoon, ik vind het geweldig dat het überhaupt wordt georganiseerd. En dat is de reden waarom wij met het bedrijf sponsoren, ja. Nou, leuk dat jij ook dan Meerlife een warm hart toedraagt. Ja, zeker, zeker. En jij, leuk dat je dit doet. Dankjewel, Mike. Ja, top, man. Is goed. Waar ik nu sta is eigenlijk de plek waar de kleedkamers stonden bij Meerlife. De plek waar de artiesten zich klaarmaken voor een optreden. Misschien zelfs een borreltje nemen voor de zenuwen. Of juist als het podium afkomen, even voor de adrenaline. Even om weer af te koelen voordat ze weer naar huis gaan. En degene die ik ook sprak hier was Yves Berendsen. Dus daar gaan we even naar luisteren. Ik sta hier met Yves. Yves, hoe ging je optreden? Ja, ging heel goed. Het was echt heel erg leuk om hier weer na 2 jaar te zijn. En hoe, wat maakt Meerlife voor jou nou speciaal? Nou, het is sowieso speciaal omdat het een van de eerste dingen was, een van de eerste grote dingen die ik deed. Ik denk dat het in 2016 of zo, 2017, toen kreeg ik de kans om hier op zondagmiddag op te treden. Was ochtend vroeg, was een uurtje of drie, was het terrein was toch een beetje vol, maar ik was toch helemaal bekend natuurlijk. En ieder jaar werd dat schuift het steeds een uurtje op. Ja. Tot uiteindelijk op 2019, ik hier voor de laatste stond, dat zit dan het meest voor in mijn hoofd. Dat was echt een van de leukste optreden. Ja. En nu sta je vlak voor Wolter even de tent af te breken. Ja. Ik denk niet dat het me ooit gaat lukken om het plekje van Wolter te veranderen. Nee, ik denk dat het een hele lastige wordt. Lang voor, denk ik. Maar...
En je vertelde dat je stond in het begin om 3 uur. Vandaag om 3 uur stond iemand anders. Ja, dat is een leuk bruggetje. Ja. Mike die stond, ja Maaike die stond om 3 uur. Ik noemde hem nog eventjes op het podium. Ja, klopt. Ja, hij stond om 3. Waar was het eerste? Of een van de eerste? Eerst stond Drukwerk, die was er. En daarna, aansluitend eraan stond Mike. Mike had een mooie show met danseressen, confetti, alles erop en eraan heeft hij geregeld. Ik ja. denk aan hoe ik dan ooit begon. Ik weet hoe belangrijk het voor hem is, want hij komt natuurlijk uit de buurt. Ja. Hij is verder opgegroeid, geloof ik. Ja, klopt. Hij vertelde ook al eerder in de podcast dat... Hij kent ook iedereen uit het publiek en dat je wilt eigenlijk gewoon, ondanks dat het zo'n grote groep is, je herkent gewoon de mensen. Heb je dat ook, dat je die mensen ziet en dat je er eigenlijk naartoe wilt? Heb je wel eens een stage dive gedaan bijvoorbeeld? Ja, ja, dat is altijd wel jammer. Het is jammer, natuurlijk heel logisch dat je natuurlijk de mensen hebt en het podium. Het is gewoon qua veiligheid ook het best. Maar af en toe denk je, ja, ga ik zo ver mogelijk op dat boxie staan. En op de subs, ja. Ja, daarvoor. Om maar zo dichtbij mogelijk te komen. Maar goed, ja, ik zie natuurlijk al die gezichten heb ik natuurlijk allemaal al die jaren steeds gezien. Ja. En die zie ik niet alleen hier hoor, die zie ik ook op andere feesten. Maar het is zo voelt als een beetje ja, gewoon een soort van thuiskomen. Ja. En als je dan hier binnenkomt, je kent allemaal mensen, iedereen zegt je gedag, je hebt voor iedereen aandacht. Hoe ziet zo'n voorbereiding voor zo'n optreden voor jou eruit als je hier binnenkomt? Ja, ik heb nooit zo'n echte routine van ik moet dan een kwartier van tevoren moet ik rust of alleen zijn. Ik kom binnen en dan zeg ik, hey, jongens. En uiteindelijk moet iemand me roepen. Hey, moet over, je moet nog zingen. Ja. Oh ja, oké, kom maar. Nee, het is gewoon dat je ziet, ik ken zoveel mensen. En dus iedereen moet weer even handje geven, even spreken. Ja. En dan zou je ook nog een keertje samen met Mike een nummertje willen zingen? Oh, zeker. Duetje opnemen. Ik ben trouwens we denken of we dat überhaupt wel eens gedaan hebben. Volgens mij hebben wij überhaupt nog nooit een lied samen. Nog nooit? Laten we dat dan nou misschien... Kunnen we al zeggen dat we volgend jaar gewoon weer... Nou, daar ga ik niet over, maar ik zou het leuk vinden als je er weer bent. Nee, maar over überhaupt het evenement er weer is. Dat wel. Ja, ja Meerlef gaat sowieso door, ja. Ja, ik wil mezelf niet... Maar goed, als ik er ben... Ja. En als Mike er ook is... Ja. Dan... Zullen we dan afspreken dat we samen doen? Ja. Met deze. Ik ga dat aan Mike laten zien. We kunnen Mike nog even vragen. Maar dan kijken of we dat kunnen regelen. Ja, om in te studeren. Ja, precies. Kun je misschien maar even een singeltje samen maken. Ja. Ja, precies. Hij heeft natuurlijk net een nieuwe single. Ja, hij heeft net een nieuwe plaat. Ja. Komt er voor jou nog nieuwe muziek aan? Ja, ik heb nu ook een maandje of anderhalf, twee geleden iets nieuws gereleased. We zijn nu al wel weer bezig met iets nieuws. En in ieder geval volgend jaar mei. Komt er een album. Dus ik ben okay. In de studio om nieuwe liedjes te maken en te creëren. Dus er komen er nog wel aankomende tijd. Nou, dan gaan we daarop wachten. Yves, ik wil je heel erg bedanken. En geniet nog even. Gaan we genieten van het optreden van Wolter. Ja, we gaan snel maar kijken. Hey, dankjewel. Ik sta hier waar de backstage area was. Hier stonden crew, artiesten, VIP-gasten allemaal bij elkaar bij de bar gezellig een biertje te drinken. Hier hing echt die magische backstage weer waar we het al over gehad hebben. Wie hier ook binnen kwam lopen was Ramon Sandbergen. Hij kwam hier binnen met danseressen, een confettigeweer en alles erop en eraan om er een mooi feestje van te maken. Ik sprak hem in zijn kleedkamer na zijn optreden. Hey Ramon. Hey kerel, hoe is het? Hoe was je optreden? Ja, ontzettend veel energie kunnen geven, maar ook mega veel energie teruggekregen. Je hebt ook een flinke show van gemaakt. Dankjewel. Ja, ik doe mijn best, meer kan je niet doen. Hè? Danseressen, confetti, je had alles meegenomen om het plein op zijn kop te zetten. Nou goed, dat verdienen de mensen toch ook. En als je dan 2 jaar hier met z'n allen niets hebt kunnen doen door corona en je mag weer, ja, dan moet je gewoon even gas geven met z'n allen, vind ik. En hoe is dat voor jou dan, om hier backstage binnen te komen? Hoe voelt dat voor jou? Een beetje tweeledig gevoel, heel vertrouwd, maar ook positief gespannen was ik, moet ik eerlijk zeggen. Want wat gaat er gebeuren? Hoe is het nog zoals vorige keren? Is het beter? Is het minder? Is het anders? Ja, het is anders, maar positief anders. Dus ik heb genoten. Ja, je hebt mooi, ook op deze editie een mooie ervan genoten. Ja, het voordeel voor mij is altijd dat ik herken mensen in het publiek. Terwijl toch een mega grote groep mensen staan. Er staan duizenden mensen voor je neus. En dan kun je toch nog eventjes gedag zeggen en iedereen herkennen. En ja, dat geeft mij ontzettend veel... kippen. Ik heb met kippenvel gestaan, zeg maar. Je komt hier natuurlijk ook een beetje uit de buurt... Herken je dan ook daardoor die mensen en dan zou je niet het liefst het plein op willen? Ja, ook. En dat heb ik in het begin wel heel veel klein beetje gedaan. Maar op een duur is het niet te doen, want je komt niet meer weg. Ik woon al, 26 jaar in Hoofddorp. Het is mijn dorp ook geworden. Ik woon hier langer als de plek waar ik ooit geboren ben, in Amsterdam. Dus Hoofddorp is mijn plek geworden en ik ben een beetje van Hoofddorp.
We hebben net al hiervoor zaten we even te kletsen en je vertelde, ik ben nooit tevreden, het kan altijd beter en ik probeer altijd nog mooier de show neer te zetten. Stel, je zou je volgend jaar weer staan, wat zou je dan nog meer willen doen? Alles is mogelijk. Wauw, alles is mogelijk. Ja, hou op man. Ik weet je wat ik zou leuk vinden? Ik zou het een keer mooi vinden als we in het publiek zouden terecht kunnen komen. Dus een catwalk of een podiumpje in het midden, dat je tussen de mensen staat. Ik ben een mensenmens en ik wil graag heel dicht bij mensen staan. Dus een groot podium is natuurlijk noodzakelijk voor een groot evenement, maar het liefst kom ik heel dicht bij de mensen en dat zou wel iets extra's zijn. Je komt hier natuurlijk binnen, er lopen hier nog een heel aantal andere artiesten binnen. Is er nou nog iemand waarbij je heel graag een keer samen zou willen zingen? Hier op Meerlife bijvoorbeeld. Wauw, ja, er zijn er wel heel veel waar ik het graag mee zou... Ja, ik moet eerlijk zeggen, Walter is wel een dingetje, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb een vriendschap met Walter al heel lang. En we komen elkaar heel vaak tegen, op heel veel optredens en heel veel evenementen. Maar het is er nooit van gekomen iets samen te doen. En dat zou ik nog wel een keertje, dat zou ik echt heel leuk vinden, moet ik eerlijk zeggen. Okay, nou, misschien komt er nog van. Nou ja, verras me toch? Zou leuk zijn. Nou, Ramon, bedankt. Jullie ook bedankt. Zie je volgende keer weer, geniet nog even van tot vandaag. Tot snel, dankjewel. Dankjewel. Groetjes. Waar ik nu sta is misschien wel het mooiste plekje van het hele festivalterrein. Het podium. Dit is waar alles begint en alle emotie vandaan komt. Voor dit laatste interview spreek ik met iemand die wel weet hoe hij een feestje moet bouwen en die ook wel de ins en outs van Meerlife kent. Ik kan zelf wel zeggen dat zijn carrière, het fundament van zijn carrière, gemaakt is door Meerlife. Niemand minder dan Walter Kroes. Walter, welkom op Meerlife. Wat lijk jij op je vader, gozer? Ja, is wel erg, hè? Die is stond normaal. Net al met iedereen op de foto te gaan. Hoe vind je dat hier, ja, als je backstage komt, die sfeer? Dit is thuiskomen, hè? Ja. Weet je, jullie hebben 21 edities en ik ben er 21 keer geweest. Op 1A, maar die heb ik ook nog gedaan, even goed. Dus, toen kwam je nog langs, ja, je vertelde het net inderdaad. Ja, ja, ja. Toen kon je last minute, ben je zonder het overleggen. Wij hadden toen 3 optredens die dag, dus we konden geen Meerlife doen. En dat baalde ik toen zo van als een stekker. Toen zei ik tegen mijn geluidsmanpet, zullen we gewoon er langs rijden, opbouwen, inprikken. En even een paar liedjes doen en dan doorrijden naar de volgende. Dat hebben we toen gedaan, ja. En hoe reageerden die mensen ik toen? Ik vind het helemaal gek. Helemaal gek. Ja, want wij kregen allemaal appjes op die telefoons binnen. Waar ben je? Waar ben je? Waar is Walter? Waar dit. We hoorden zoveel berichten. Dat, ook jullie hadden zo'n lichtbalk hadden jullie. En dan konden de mensen konden daar sms'jes naartoe sturen. Onder op het scherm. Onder op dat scherm. Ja. En er stond alleen maar waar is Walter? Waar is Walter? Waar is Walter? En dat kreeg ik weer van mensen hier. Ik zei, nou, we moeten erheen rijden. En we gaan het gewoon doen. Kan ons het ook schelen. En wat is dan de magie van Meerlife? Als hier staat op te treden en die mensen staan hier. Ja. Dit is thuiskomen voor ons, weet je. We staan hier al vanaf het begin. We zijn ooit begonnen in de eersteling. Nou, dat weet je wel, bij Ton. En toen kregen we dit voor onze kiezen. En dat is nooit meer gestopt. Het is gewoon voor mij het allerbelangrijkste optreden van het jaar. Er zijn er 4 waar ik al 21 jaar kom. En daar is dit er één van. Nou, wat mooi. Meerlife heeft nu natuurlijk een rijke geschiedenis. Zijn er wel eens gekke dingen gebeurd tijdens een optreden? Iets wat voor je in het publiek gebeurde of op het podium juist? Want we staan natuurlijk helemaal vol dan. Weet je, ik heb eigenlijk alleen maar hier geweldig publiek meegemaakt. Die allemaal liedjes meezongen vanaf het begin van mijn carrière tot nu aan toe. En het was altijd super gaaf publiek. Ja, wat zijn er voor gekke dingen meemaken? Ik krijg nu geen slipjes meer naar mijn hoofd, maar goed, dat komt ook om 53. Eigenlijk zijn het alleen maar gekke dingen. Ja, Meerlife is gewoon een en al herinnering. Als ik denk aan mijn carrière, denk ik aan Meerlife. Dat zit er zo in gebakken. Onderdeel, mooi. En als je dan hier binnenkomt, je bent denk ik ongeveer een half uurtje geleden aangekomen. Je moet over een kwartiertje op. Hoe zit de aanloop naar zo'n optreden hier voor jou eruit? Alleen maar met mensen lullen. Mensen foto's maken. Als ik naar achter loop, dan ben je de Sjaak en dan moet je met iedereen op de foto. En ja, alleen maar praten met iedereen over vroeger. En nou ja, dat dit weer eigenlijk een nieuwe vorm ook is geworden. Ja. Het is eigenlijk weer een nieuwe start Meerlife, hè? Door die, mag het niet zeggen, maar door die klote corona's en natuurlijk een hoop veranderd bij iedereen. Dus dit is eigenlijk weer een soort nieuw terugkomen. En dat is wel heel leuk. Het staat natuurlijk nog helemaal vol hiervoor. Het is prachtig. Ja, dus wat ik nu mis, want jij hebt het over gekke dingen. Dit was natuurlijk het meest gekke optreden wat je altijd had. Er stond een hele kroeg op het podium vroeger. Ja. Weet je, mensen stonden bier te zuipen op de bühne. Dat was voor mij iets unieks. Er is zelfs een jaar geweest waar er een mobiele tap op het podium gezet is. Ja, daar was ik bij. En in een half uurtje zijn er 2 fusten erin gegaan. Ik zal nooit vergeten, Glennis Grace wou hier niet optreden omdat er een bar op het podium stond. Ja, dat is wel apart. Ja, weet je, en dat was eigenlijk Meerlife. En na afloop alle sponsoren op het podium en... Ja, een van de meest dierbare dingen is natuurlijk toch dat optreden hadden met Tony. Ja. Van de eersteling het seizoen van ons. Dat gebeurt dit jaar nu niet. En dat is wel raar een beetje. Ja, dat mis je wel. Dat gaan we wel een beetje missen.
Maar heb je dan, als er zoveel mensen op het podium staan, krijg je wel de kans om je optreden mooi neer te zetten? Dat is toch het mooiste wat er is. Geef je alleen maar meer energie. Juist met die mensen dat doen. Dat hoeft niet allemaal zo perfect te zijn, hoor. Dat maakt het alleen maar leuker. Ik wens je heel veel succes met je optreden zo. Ik ga er zelf ook achter staan, een klein biertje misschien drinken. Over 10 jaar ben je vader, jongen. Ja, precies. Hopelijk heb ik dan niet van die grijze haren. Ja, nou, hey, wat is dan mis mee? Oh, sorry. Wat is dan mis mee? Walter, dankjewel. Alsjeblieft, vriend. Succes zo. Yo. Dat was hem alweer. De allerlaatste aflevering van dit seizoen. Ik vond het een eer om deze podcast te mogen presenteren. Daarvoor bedankt Meerlife. Ik wil ook Lightarts bedanken voor het sponsoren van deze podcast, dankjewel. En last but not least wil ik de luisteraar bedanken voor het luisteren. Is er nou nog iemand die jij zou willen spreken in deze podcast? Of een verhaal van iemand zou willen weten die al kwijt is gekomen? Mail dan naar birgit.kramer@meerlife.nl. Dat is Kramer met een C. En misschien hoor jij jouw vraag wel in een van de volgende afleveringen in het volgende seizoen. Voor de laatste keer, mijn naam is Sven Sjeftsov en dit was de Meerlife podcast op het plein.